Vandaag zien we veel bewolking in Nederland, maar ook ten zuidwesten van ons land, waar het weer vandaag vandaan komt. Dat betekent op veel plaatsen een bewolkte dag. En uit die dikke bewolking valt ook nog eens van tijd tot tijd regen. Vanochtend eh, vrijwel overal nat, maar uiteindelijk wordt het vanuit het noordwesten geleidelijk op steeds meer plaatsen droog. Maar in de zuidoostelijke helft blijft het de hele dag regenachtig. Op plaatsen waar het droog is, kan mogelijk even de zon doorbreken. Maar heel veel zal het niet zijn. Temperaturen zeer hoog, 9 tot 11 graden. En daarbij is ...stevige zuiden tot zuidwesten wind. Die wind die neemt vanavond eigenlijk alleen maar verder in kracht toe... ...wordt dan stormachtig, mogelijk op de wallen zelfs even storm van stormkracht... ...met zware tot zeer zware windstoten, pal aan zee. Morgen blijft het stevig waaien. In de ochtend starten we in het oosten en zuidoosten nog wel droog met ruimte voor de zon. Later op de dag dan gaat het vanuit het westen opnieuw overal regenen. Het blijft zeer zacht. Donderdag dan gaan we een droge dag tegemoet. Laat de zon zich van tijd tot tijd zien, maar vanaf vrijdag neemt de kans op regen weer toe. Het blijft met name aan zee stevig waaien en temperaturen die blijven rond het hoog voor de tijd van het jaar. Al wordt het vanaf het weekend wel weer wat kouder. Mijn naam is Wilfried Janssen en ik wens u nog een fijne dinsdag.